Dit is SBS Dutch. We drinken met z'n allen in Australië miljarden kopjes koffie per jaar. Daarbij belandt het overgrote deel van de gebruikte koffiedik op de vuilstort. Australische onderzoekers hebben nu een manier gevonden om dat afval te hergebruiken en er beton van te maken. En het is niet alleen koffie dat wordt hergebruikt. In een laboratorium in Melbourne worden betonnen cilinders blootgesteld aan extreme druk. De cilinders zien eruit als gewoon beton, maar dat is het niet. Ze zijn gemaakt van polyestervezels, die zijn gewonnen uit zichtbaarheidskleding. Die wordt gedragen door werknemers in fabrieken en op bouwplaatsen. Veel fluoriserende vesten belanden op de vuilstort, zo'n 11.000 ton per jaar. Zo vertelt universitair hoofddocent Malindu Sandanayake van de Victoria University, die het project leidt. High-vis waste don't last for long. It just only lasts around 25 washes. So that means we tend to find these high-vis waste quite a lot going to landfills. So we wanted to find a solution, effective solution, to be used as a cement replacement material in concrete. De sociale onderneming Assembled Threads hielp bij het verkrijgen van de uniformen voor dit onderzoek. Dat wordt ondersteund door Sustainability Victoria. Voor dit project werd er gekozen voor de vesten, omdat de draden die daarin zitten, volgens professor Sandanayake, erg duurzaam zijn. Because of the synthetic fibers that is present in high-vis waste, it can act as a reinforcing agent within the concrete. And also because it bonds all the materials together, it improves the fire properties in concrete and delays the spalling process. Beton is na water het meest gebruikte materiaal ter wereld, dus het vinden van duurzame alternatieven is cruciaal. Cement is een belangrijk ingrediënt in beton, dus deze nieuwe aanpak is een win-win situatie. Naast het reduceren van afval op stortplaatsen, zegt professor Sandanayake dat door het cement te vervangen door afvalproducten, natuurlijke hulpbronnen worden bespaard en de uitstoot door afvalproducten en de uitstoot van broeikasgassen wordt verminderd. So if you take as a whole, the car production industry across the world is similar to the cement production. So it's a huge amount of carbon emissions that is generated, which is almost 8% of the total global carbon production. Tot nu toe werd het nieuwe beton gebruikt om een 20 meter lang pad te maken door het terrein van het boeddhistische klooster Mahamevnawa, waar professor Sandanayake een leerling is. Monnik Sasana Bodhi Thero zegt dat ze blij waren om deel uit te maken van de proef. Environment is directly helping to our happiness and especially our health beings, for our health. So if we are really trying to protect our environments, that means we are really trying to help for every single being who are living in the world. Ja, ze konden niet blijer zijn met het resultaat. We are so happy because it's even when we are working, it's very same. It is brilliant like a normal concrete. Vrijwilligster in het klooster Amila Gunaratne zegt dat de monniken het pad delen met de lokale gemeenschap. In Buddhist teachings that we learn that you have to treat all living beings with loving kindness. And so if you care about all living beings and if you have loving kindness, you care about the environment. So being sustainable is definitely a part of that. Het beton is ook getest in een opslagcomplex op een grote bouwplaats in Melbourne. Professor Sandanayake zegt dat beide proeven succesvol waren. The results showed that the target strength that we intended was achieved higher than earlier than what we expected, which was really good. And it is almost as comparable with traditional concrete mix design that we designed for. And it had superior durability results. Plus, in terms of fire testing, it performed really well. So we believe that the presence of these textile fibers enhanced the fire properties within the concrete panel. So this could be a good fire-proof concrete material for future use. Dit is niet het enige nieuwe duurzame betonproject. Onderzoekers bij RMIT werken met gebruikte koffiedik en gieten het in een druk voetpad in de koffiehoofdstad van Australië, Melbourne.
Onderzoeker Rajiv Roychand vertelt dat het koffiedik wordt gebruikt om biochar te maken ter vervanging van zand, een ander belangrijk ingrediënt in beton dat steeds schaarser wordt. So the process of creating biochar is basically you grab your spent coffee grounds, so you roast it in the pyrolysis unit. Roasting is basically in the absence of oxygen. You roast it at 350 degrees centigrade temperature and there comes the black colored coffee biochar. Additional challenge is the resource natural sand that we use for concrete. It's getting scarce over time and this waste can take its place. Resultaten van een eerdere proef met voetpalen liet een toename van 30% zien in de sterkte van het beton. De onderzoekers willen nu een gangbaar product ontwikkelen voor commercieel gebruik. Pip Kiernan, voorzitter van Clean Up Australia, zegt dat het hergebruiken van producten de behoefte aan grondstoffen vermindert. We need to think about our resources as just that, resources, not waste and not things that we use for a small period of time and then send to landfill. Australia as a nation is not as circular as others throughout the world. We're at about 4%, whereas the rest of the world that's doing it well is around 8%. So there's lots of room for improvement, for less to go to landfill and more to be recovered and reused. Professor Sanda Nayake zegt dat zijn team nu werkt aan het vergroten van de hoeveelheid afval in hun beton. Maar het kan een probleem zijn om aan vezels uit fluoriserende vesten te komen. Sourcing these carbon fibers was really difficult. So more and more support is needed in the higher chain of the supply chain to convert these high-waste waste into fibrous material so that we can start using them. Een grote uitdaging dus, maar één die zeker de moeite waard is voor het creëren van duurzaam beton. Dit was een verhaal van Edwina Ginnen voor SBS Nieuws en SBS Dutch vertaalde het in het Nederlands. Wil je nog meer soortgelijke verhalen? Luister via Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify of waar je je podcasts dan ook vandaan haalt.